Jongens, gisteren heb ik zoiets doms gedaan. Ja, deze. Hey. Hallo. Hey joh. Oh, wat is je zacht. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag hartstikke brak, maar ik ben. Met Ella. Yeah. Hey. Maar goed, ik ben gisteren dus uit geweest samen met Joris en met Ruup en Alexander. En het was hartstikke gezellig. Maar ik voel het nu wel een beetje, zeg maar. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb het dus het gevoel dat ik dus eigenlijk elke keer op vrijdag als ik mijn vlog begin. Dus voor jullie zeg maar de dinsdagvlog. Dat ik altijd de vlog begin met dat ik brak ben. Maar dat komt omdat donderdag gewoon mijn uitgaansdag is. Dus ja. Ja. Wilde ik even zeggen. Maar goed, wij hebben net lekker gegeten op het strand. Even geluncht. En we gaan nu snel richting huis, want ik moet editen. Want anders kom ik veel te laat voor jullie. Dus let's go. Altijd te laat, altijd brak. Ja. Niet zijn dat in mijn vorige vlog, jouw vlog bestaat letterlijk uit te laat komen, brak zijn en kip eten. Nou net ook inderdaad kip gegeten. We komen nu te laat om de vlog te editen. En ik ben brak. Ja, zie je, ik heb wel een bepaald ritme in. Dus dat is wel belangrijk, ja. Ja, het schiet gewoon niet op. Zo'n kleutertje ben je. Het schiet gewoon niet op. Stop. Hey, er ging iemand toeteren. Oh, dat is die bus. Huh? Wat is die bus nou? Oh. Zeg dat je vervelend bent. Nou, doe eens normaal. Doe eens even normaal. Hey. Hey. Auw. Hey, Pieter. Hey, jongen. Hey, wat zie je er goed uit. Dank je. Complimenten. Dank je, hey, dank je, complimenten. Dank je. Wim. Gefeliciteerd. Dank je. Met je nieuwe Insta. Het is een tijd geleden, maar ik ben er weer. Je hebt je Insta weer terug. Weer. Willem's Insta was geblokkeerd. Ja, vraag hoe lang? Voor hoe lang? Maar hij is weer terug hoor. Ja. Ja. Wim, moet je eens eventjes kijken. We hebben een cadeautje gekregen. Ja, ik zag dat het goed. Dit is vet hè? Nee. Maar dit zijn grote jongens hè? Ja, maak eens open. Nee jongens, kijk. Ja, dit zijn beukers. Kijk eens jongens. Dit is serieus. Mijn favoriete rosé. En gelukkig krijgen wij deze altijd opgestuurd van deze lieve mensen. Maar dit is wel een beukertje. Oh, zo, dit is mooi. Dit is mooi, hè? Dit moet eventjes wachten tot het lekker zonnetje er is. Hij is er al. Voor ons gaat het uit, hè? Nou, het ligt eens uit nu. Ja, het ligt eens uit. Net als jou. Maar goed, we hebben twee Magnums gekregen. Of Magnums. En nog een mooi doosje met 6. Nou, jongens. Top. Het is tijd om naar Creators FC te gaan en ik ga echt een, jongen, ik ga een prestatie neerzetten, dat is niet normaal. Ik ga echt, ik ga ballen geven als Messi, ik ga een doelpunt maken net als Traoré. Maar goed, we gaan er vandoor. Willem en Ella gaan gezellig mee, die gaan mij supporten. Ik moet nu al zeggen jongens, sorry voor mijn skills. Ik ben natuurlijk niet optimaal fit. Ja, onderschat je ze dan. Ja, dat is waar. Dit ziet er grappig uit. Dit is wel weer vrij close. Hij staat. Hij staat. Staat hij ook aan? Ja. Hij staat ook aan. Mooi. Jongens, jullie gaan het niet geloven als ik jullie ga zeggen dat ik gewoon op tijd kom. Grapjas. Nee, ik moest om 6 uur zijn en het is nu 7 uur. Maar de wedstrijd begint om 7:30. Dus als het goed is kom ik aan, moet ik mijn schoenen aandoen en moet ik gewoon gelijk het veld in. Je hebt geen honger toch? Nee, ik heb niet heel veel trek, nee. Jawel, ik heb wel heel veel trek aan. We zijn weer bij de Mac belanden. Nou, wij gaan gewoon eten. Wat zeg jij? Dat zou ik nooit doen. Wij gaan eten en lekker zuipen langs de kant. Zo. Ja, met een blokje bier langs de kant staan. Lekker zuipen. Nou, jongens, het zit nu echt op de grens van Duitsland, maar het ziet hier ook gewoon Duits uit. Kijk. Echt Duits. Het ziet gewoon echt Duits uit hier. Oh. Nee, maar kijk, het is echt gewoon het landschap zo, ja. Man. Met gras en zo, weet je wel. En een weg. Zo vet. Je hebt ook bomen hier. Kijk, oh. Die is gaaf, hè. Hey El, hoe leuk vind je het hier? Nou, we hebben wel naar wat zien. Het is niet normaal. Er staat serieus een paar duizend man hier. We zijn ergens in de Veluwe of zo. Ja. Ben je winnaar hier dan? Dit was niet mijn idee. Dit was niet mijn idee. Wim, hey! Wat? Nee. Oh, die van ons? Nee. Wie heeft het dan? Wie heeft het dan? Nou, het kan gewoon spontaan. Ja, we moeten deze aflog hebben. Hey, hallo zeg. Zo jongens, nou, ik heb net gevoetbald en het ging zo fucking slecht. Niet normaal. Het ging echt heel slecht. Nou jongens, het voetballen, zoals ik net zei, ging niet zo lekker. Ik was nog een beetje brak. En ik kwam er gewoon niet lekker in. Maar goed, hè? Kijk, we kunnen hier
eerder. Dan kan het ergens anders wel er lekker in. Ik dacht. Doe eens normaal! Ah, viespeuk! Ja. Jongens, gisteren heb ik zoiets doms gedaan. Wat jullie weten, ik had natuurlijk gisteren al een drankje gedaan. En ik had best wel wat drank in mijn lichaam. En op de Uber-app heb ik zeg maar thuis staan. Maar thuis was nog in Haarlem. En dat is best wel ver. Dus ik had met mijn lamme kop had ik zeg maar gedaan van ik moet een Uber van hier naar thuis. Weet je wel, thuis. Nou, dus ik zit in die Uber, ik was gewoon een beetje op mijn telefoon, volgens mij lag ik een beetje half verslapen ook. En ik kijk op een gegeven moment om me heen, dus ik zeg tegen die gast van, waar de fuck zijn we? Zegt hij, ja, we zijn in Velsen. We houden dus onderweg naar Haarlem. Hij noemde toen het adres waar we heen gingen, dat was is het huis waar ik zeg maar met mijn ouders woonde. Dus we moesten weer helemaal terug. En ik keek dus vanochtend op mijn Uber-app en het heeft me €277 gekost. Zo zonde, bijna €300 aan letterlijk... Een taxi wat ik niet eens wilde. Ik baal er echt van. Ik vind het zo klote. Maar ik weet ook niet of ik het terug kan vragen of iets. Of dat je zegt van joh, ik heb een fout gemaakt. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar Wim ging het even uitzoeken. Maar ja jongens, €300 naar de klote. Meneer. Ja? Ik heb een present voor jou. Een present. Doe maar je ogen dicht. Handen naar voren. Is dat? Ja. Ga jij maar eens kijken. Mijn brilletje. Ja. Hoe dan? Ja, die heb ik gekregen bij Creators of C. Echt? Tjoe. Hé, dankjewel. Graag gedaan. Geef maar terug wat je dan hebt. Hey. Thanks, hé. Ja. Het is wel een chill brilletje, toch? Zet ze op. We hebben een spiegel, hè. Het is echt een... Zie je? Oh, dat is een fijn brilletje, hè. Poeh. Fijn. Je moet alleen nog even, zorgen dat hij goed zit. Maar als wees. Ja, gewoon een beetje in hier die pootjes moet je nog even goed doen. Maar het is een mooi ding, hè? Hey, jongens. Dankjewel. Lekker. Good morning, guys. Oh. Ik heb overal pijn in mijn lichaam door het voetballen. En vooral in mijn rug en in mijn benen en mijn kuiten. Verdorie zeg. Maar goed, ik heb lekker even mijn joggingpakje aan. Want ik heb vandaag een rustig dagje. Ik heb net geëdit, omdat ik gisteren kon ik helaas niet editen. Dus in plaats van vrijdag is de video zaterdag online gekomen. Ik had een beetje een planningsfoutje gemaakt. Waardoor het niet helemaal goed liep. Ik ben onderweg naar mijn auto. En mijn auto staat hier en ik maak hem nu open. Let's go. Maar... ik ga eventjes naar boven. Ruben is uit het hok is hij de golfclubs aan het halen. Want wij gaan weer een balletje slaan. Gozer. Samen met Lars. Lars hebben, ik weet niet of jullie Lars ooit in de vlog een keer hebben gezien. Maar zijn naam is Lars Vogelaar. En wij kennen hem gewoon via Amsterdam en feestjes altijd en zo. Maar die gaat gezellig mee een balletje slaan. Dus ik ga naar boven en ik ga Ruben ophalen. Hey. Hoe is je maat? Lekker, hoor, ja. Lekker. Eigen spulletjes mee ook lekker? Tuurlijk. Jongens, daar staan we weer. Net als vorige keer. Laat jij nou eens even zien wat je kan. Dit is jouw moment, hè? Dat weet je. Dit wordt hem toch? Dit wordt hem. Ja, deze. hij kwam wel ver, moet ik zeggen. Zo. Ja hoor. Nou, poging 2. Dit wordt hem. Hey, die was serieus goed. Lekker maat, Tiger Woods. Nou jongens, ik ga ook even een balletje slaan. En nu heb je hem te pakken. Met de driver, dit is jouw moment. Oh? Huh? Hij kwam best ver, of niet? Ja. Lap. Oké, daar gaat hij jongens. Ja, heel netjes. Nou jongens, het was weer een geslaagde actie. We hebben een paar heerlijke ballen geslagen. Vooral Lars was erg goed. Hij is de man van de wedstrijd. Thanks. Nee, volgende keer ga ik wel mee aan de aanlopen schudden. Maar jij hebt toch ook een sponsor? Jij sponsor is toch Adidas ook? Ja, uiteraard. Een van de... Powered by ABB Golf. ABB Golf. Nou jongens, gaan we lekker naar huis. Ik heb mijn sportkleding aangetrokken, want we gaan zo richting Haarlem. Om te padellen, maar eerst voor het sporten natuurlijk een lekker glaasje rosé. En kijk eens wie er ook eens weer is. Wimbledon. Nee, jongens. Nee, dat niet gezien. Leuk. Dit vind je leuk, hè? Ja, dat vind ik vet. Dit is een mooi shot ook. Mooi. Oké, jongens, Ruben is weer druk bezig. We hebben hier spinazie lekker gezond met heerlijk gemarineerde zalm. Och. Ruben, wat ben je lekker bezig, chef? Ja, toch? Goed bezig.
Hey Ruup, we moeten uitkijken dat we geen profs worden. We worden wel goed, hè? Ja, het is niet normaal, omdat wij het zo vaak doen, joh. We worden gewoon profs. Mooie rekjes allemaal. Ja, het is echt helemaal goed, joh. Maar goed, we zijn in Haarlem. En we zijn op tijd gekomen. We zouden eigenlijk, nou... Huh? Ja, oké, we zijn wel redelijk op tijd. Ja, het is... Heel. Oh, joh. Gek. Echt, jongens, zijn wij een keertje op tijd? Zijn onze tegenstanders te laat? Och, och, och. Niet te geloven, jongens. Het is niet te geloven, jongens. Het is echt niet te geloven. Ja, hoor, hé. Kijk hem dan lopen, hé. Zijn wij een keer op tijd, Die jongen van Bamboe, of niet? Ja, dat is die... Hé, niet normaal, hé. Goed. Ga je op die schoenen padellen? Ja, gekkie. Tuurlijk. Zonde. Ja. Anders loop ik er nooit op. Good morning, guys. Hey. Vandaag. Nou, ik begin wel weer... Zal ik even met weer beginnen? Zo, even afwisseling. Maar even met het weer beginnen, hoor. Ik begin even met het weer, hoe het eruit ziet, welke kleur, nou, dat is alles. Oké, ja. Oh, zo, ik krijg gelijk de zon, moet gelijk niet, komt-ie. Ja, goedemorgen. Jongens, het is fantastisch weer. De bomen zijn groen, het water is bruin. Die auto die er rijdt, het is grijs. Maar, het is vandaag een perfecte dag om naar een festival te gaan op het strand. Dus weet je wat? We gaan het doen. We doen het. We gaan naar Wavy. Ik heb er zin in, man. Ik heb er ook zin in. Lekker op het strand. Het stinkt hier. Dit stinkt, man. Echt. Dit is het vies. Maar goed, ik ga mijn schoenen aandoen, want we gaan richting het strand. En daar is een feestje op Bronze Beach, volgens mij. En het heet Wavy. En daar gaan we eventjes lekker flaneren. Ik ga mijn camera niet meenemen naar het festival, want het is niet zo handig. Sta ik de hele tijd met mijn camera. Maar ik ga filmen met mijn telefoon. Dus alle beelden die je nu ziet, zijn op mijn telefoon gemaakt. Let's go. Lekker in het autootje van Wim. Wat lekker. Dakkie open. Gaat het goed met je haar? Ja hoor. Jezus Wim. Ik zei net 1 seconde gaat hij gelijk met ons werk trappen. Dat is niet leuk van je Wim. Het zit weer te trappen hè Wim. Het zit weer te trappen. Ik denk dat Willem best wel vervelend is hoor. Wat? Ja, Willem best wel vervelend is hoor. Ja? In het veld. Tuurlijk. Het zit de hele trappen joh. Ja, ik geloof het ook wel ja. We zijn lekker aan het kijken bij Willems voetbal. En dat is om 2 uur afgelopen. Oh nee, sorry. Het begon om 2 uur. En daarna gaan wij gezellig richting het strand. Gaan we even eten. En dan gaan we richting Wavy, het festival. Ik heb er wel zin in. Nee, Ruben en Ella hebben er geen zin in. Willem is geschopt. Wim is geschopt. Wim, je kon het terugverwachten, maat. Je trapt hem 3 keer omver. Oh. Ja, hij wil gewoon uit, hij wil ook een drink straks. Ja, hij wil ook, hij heeft zin in Wavy. Hij voelt zich waarschijnlijk al een beetje Wavy. Hij wil naar het strand. Wim, jongen. Komt goed, jongen. Ik heb het gevoel dat Ella een beetje een probleem heeft. Ja, ze heeft gewoon 3 bier voor zichzelf gehaald. Ik hoef het niet. Jij wel? Haal je nou 3 bier voor jezelf? Ja, maar ik vond het hier aan. Nou, lekker, dankjewel. Nee, rosébier. Blauwe bier. Ja, proost. Proost. Lekker. Oh, sorry. Wim, hoe vond je zelf dat het ging het voetbal? Ik heb echt een paar shots dat jij of op de grond lag, of je tackelt iemand. Je hebt iemand vol geschopt. Zo, die was hard. Ja, dat zag ik. En vervolgens had je zelf geschopt, moest je huilen mee eruit. Nee, maar ik had echt pijn. Ik vond het niet zo goed gaan. Je moet het ook gewoon niet doen. Maar goed, zit even lekker aan een biertje en we worden straks opgehaald. En dan gaan we richting het feest, mannen. Hey. Hey, goedemorgen en het is vandaag super lekker weer. Grauw en grijs. Oh. Vergeleken met gisteren was het echt slecht weer. Gisteren was het echt heel gezellig op het strand. We waren tot 11 uur volgens mij gebleven, toen zijn we lekker naar huis gegaan. Maar ik moet zeggen, ik ben deze keer niet brak. Dus dat is goed. Wel een beetje moe, maar ik denk dat ik lekker een beetje binnen blijf. Want dit weer, dat is helemaal niks. Meneer, zou je misschien weg kunnen gaan? Wij proberen hier te parkeren. Ja, we zijn nu in het Amsterdams Bos en we gaan naar de geitenboerderij. En ik ben geslaagd. Ja, en Ella is geslaagd. Yay! Nee, en als verrassing gaan we naar de geitenboerderij.
Nee, dat is niet waar. Maar goed, we gaan even richting geitenboerderij, want we verveelden ons een beetje. Dus we gaan even kijken. Hij is ons aan het uitlachen. Hè? Dat was de kip, toch? Ja. Maar het is een haan, volgens mij. Wacht, kom, we gaan er naartoe. Waar gaat hij nou heen? Op naar de geitenboerderij. Jongens, trouwens, over die Uber-rit. Ik baal er echt van. Ik zit het nog steeds. Het is vandaag afgeschreven van mijn rekening, want het gaat meestal via PayPal op mijn Uber. Ik baal er echt van, jongens. Het is zo kut. €300 gewoon weg. Daar kan je gewoon van op vakantie gaan ook. Of leuke dingen doen op vakantie bijvoorbeeld. Ja, echt zo zonde. Maar ik heb zeg maar via de Uber-app heb ik Uber benaderd om te vragen van hey, hoe zit het? Want als het goed is, klopt het bedrag helemaal niet. Want het is niet zo ver. Het zou hooguit €150 moeten zijn, of €100. Maar het was nu €300. Dus ik heb Uber benaderd en uiteindelijk hebben ze gewoon gezegd van ja, jij moest een rit wijzigen en dat kost meer geld of zo. Dus ja, ik baal ervan. Ik vind me niks. Ja, ik kan niks voor je betekenen. Nee. We zijn er. Oh, we zijn bij de geitenboerderij. Dit maakt alles beter. Kijk, er zit een kleintje, El. Wat een schatje. Dat is echt heel lief. Hey El, ik heb wat voor jou geregeld. Omdat jij geslaagd bent, mag je 1 geit meenemen. Yes! We komen op het juiste tijdstip. Waar gaan ze heen, joh? Huh? Nee, joh. Ik ben net zo 1. Zet dan. Nee. Hey, die hem. Oh, hey, mooi. Wat een timing, hè? Ja. Kijk nou, dit is een zitje. Oh, hij is helemaal aan het genieten, joh. Nou, lieverd, ik wil dan deze. Kan die bij jullie op het balkon? Ja, dit kan wel op het balkon. Wel grappig, die kleintjes lopen hier gewoon echt overal rond. Kijk. Kijk. Ze zijn aan het spelen. Hallo. Hey, joh. Oh, wat is hij zacht. Zo, wat is dit een zacht beestje. Lekker, of lust je dat niet? Nou, zeg niet mijn kleren opeten. Ja. Nee, je moet het... Hoe gaat ze? Hij ging aan mijn vinger knabbelen. Hoe heet dat? Knabbelen. Wat wil hij? Hij wil springen. Hey. Oh. Jongens, daar gaan we. Houdt die ding in mij wel? Ja, ik wil er ook bij eigenlijk. Nee, erbij kan niet. Twee kleuters in een geitenboerderij. Ja, dit hou ik wel, toch? Oh, fuck. Ging net goed. Nou jongens, ik zit weer in de auto. Het was zo fantastisch leuk op de kinderboerderij. Echt genoten van alle kleine diertjes en opdondertjes. Echt gezellig. Maar goed, hey, blijf eens even staan. Nee. Maar goed, ik ben nu onderweg naar huis, want wij gaan vanavond met het gezin, dus met mijn ouders en met Ruup, gaan we naar een het heet de Comedy Train. Dat is een soort van cabaret show, dus ik ben benieuwd. Nou jongens, we zitten in Stadsschouwburg Haarlem. En ja, dit is natuurlijk zijn cabaretiers. En de regel bij cabaret is nooit op de voorste rij zitten. Dus die mensen die daar zitten zijn allemaal de lul. Ja, dat is wel toch altijd zo? Nou, als je bij Hans Steeuwen bent. Als je bij Hans Steeuwen bent? Wat wil jij zien? Ja, die gaat altijd rondlopen. Mooie kroonluchter. Prima, 4 dingen aandoen. Dankjewel, topper. Ik ben weer lekker thuis, maar ik ging expres filmen zonder dat de lichten aanstaan. En het zit altijd zo lekker als je dan binnenkomt en je loopt zo door de gang. En dan heb je die mooie lampjes allemaal. Ja, uiteindelijk zijn het helemaal geen mooie gebouwen, maar het zijn wel gewoon... Ja, weet niet. Het blijft altijd lekker, jongens. Dames en heren, ik lig nu in bed, maar ik moet een beetje stil zijn, want Wim die ligt hiernaast te slapen en die moet morgen vroeg op. Omdat hij aan stage lopen is bij Telstar. Fucking dik. Maar goed, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek jullie vrijdag om 6 uur weer bij een nieuwe video. Later!